Een betere promotie had het ROC in Tilburg zich niet kunnen wensen. Speciaal om de nieuwe opleiding te promoten, liet Defensie een Apache-helikopter op school komen. En dus konden deze jongens alvast kennis maken met een van de toestellen waaraan zij over een paar jaar gaan sleutelen. Ja, vanaf kleins af aan heb ik al iets gehad met leger en met vliegtuigen. Dus we ook dat liefst combineren. Dus daarom heb ik mij aangemeld voor deze opleiding. Ik zou het liefst aan de Apaches willen sleutelen. En dan bij de vliegbasis Gilsen rijden. Want ik woon zelf ook in Gilsen, dus dat is wel dichtbij. Alleen met een piloot krijg je bijvoorbeeld deze Apache-helikopter niet de lucht in. Ondersteunend personeel is minstens zo belangrijk. Zoals je waarschijnlijk wel kunt zien en voorstellen, is het een heel complex apparaat. Erg veel mechaniek, elektronica. En daar hebben we ook veel technische ondersteuning voor nodig om dat in de lucht te houden en om het allemaal efficiënt te laten werken. Dus zonder technische diensten zijn we nergens in feite. De komende jaren heeft Defensie dus keihard nieuwe mensen nodig. En hoewel de opleiding nog moet beginnen, de eerste techneuten in de dop hebben zich al aangemeld. Enthousiasme, dat merk je ook wel. Ik ben blij dat het lukt. Dit is een gebied met heel veel mensen, heel veel inwoners, waar dus heel veel potentieel in zit voor de luchtmacht. Die bekend zijn met de luchtmacht, vanaf Gilserijen, vanaf Eindhoven. Ja, dus die kennen de omgeving, die kennen het geluid. Dus ik denk dat het hier een groot succes gaat worden. Vandaag bleef het bij kijken. Over een paar maanden begint het sleutelen en dan misschien ooit. Ja, als het mogelijk zou zijn, zou je dat wel willen, ja. Dat is wel een jongensdroom om erin te mogen vliegen. Gaat het toch gebeuren? Zou dat kunnen, denk je? Ja, als ik doorleer, zou het kunnen. En misschien ga ik dat nog wel doen.